your information. Bent u ervan op de hoogte dat er jaarlijks op 1 november door veganisten over de hele wereld de Wereldveganismedag wordt gevierd? Deze dag werd in 1994 uitgeroepen door Louise Welles ter gelegenheid van de 50ste verjaardag van de Vegan Society UK. Veganisten over de hele wereld komen samen om de rechten van dieren te vieren. Bent u ervan op de hoogte dat veganisten geen vlees en vis, maar alleen plantaardig eten? Zij eten dus geen dieren of iets dat van een dier afkomstig is. Zij gebruiken ook geen zuivelproducten, eieren en andere producten van dierlijke oorsprong of met dierlijke ingrediënten. Ook gebruiken zij geen verzorgingsproducten, kleding en materialen waarin dierlijke producten verwerkt zijn, zoals bont, leer, wol, zwerde, zijde, bijenwas en gelatine, of die op dieren getest zijn. Voor echte veganisten is het een levensstijl. Zo zijn er steeds meer mensen die er vanwege de voordelen voor hun eigen gezondheid voor kiezen. Dit gaat dan puur om voeding. In Suriname is er een kleine groep veganisten en ook op Facebook is er een groep genaamd Suriname Vegan Community. For your information.